Meer dan de helft van de ongevallen in de bouw is een val van hoogte. Van een dak of platform, van een ladder of trapje of van een stijger. Elk jaar lopen honderden bouwvakkers letsel op. Jaarlijks overlijden tussen de 5 en 10 collega's zelfs aan een val. De meeste vallen zijn van minder dan 2,5 meter hoogte. Maar ook daarbij ontstaat veel letsel. Slachtoffers zijn soms maanden uit de running. En dan hebben we het nog niet eens over de boete voor de werkgever. Met veilig werken op hoogte is dus veel te winnen. Vallen voorkomen doe je samen. De werkgever moet bijvoorbeeld zorgen dat materialen en materieel in orde zijn en dat er rondom dubbele leuningen en kantplanken zijn. Maar de werknemer moet die kantplanken dan wel laten zitten en zorgen voor een opgeruimde werkplek. De allernieuwste methode om je bewust te worden van valgevaar is de training Veilig werken op hoogte op een VR-bril. De VR-toolbox van Bouwend Nederland laat mensen levensecht veiligheidsmaatregelen zien. Maar ook ervaren hoe snel het kan misgaan. Zo kijken ze met een andere bril naar werken op hoogte. In de richtlijn stijgers staat alle informatie rondom stijgers overzichtelijk bij elkaar. De richtlijn wordt elk jaar geactualiseerd. Zo blijf je op de hoogte van alles waar je bij het monteren, gebruiken en demonteren van stijgers rekening mee moet houden. Volandis maakt de complete toolboxen voor werken met ladders en trappen en veilig werken op hoogte. Daar kun je je geen buil aan vallen. Bij 251 van de 270 rolstijgers die SZW in 2020 controleerde, was sprake van vaak extreem onveilige situaties. Dat moet beter. En dat kan ook met bijvoorbeeld het A-blad Rolstijgers en de brochure Opbouw Rolstijgers van VSB. En Onderhoud NL biedt de training Veilig werken met de rolstijger. Met deze korte, praktische training verloopt de klus op rolletjes. Duik er eens in of zet die VR-bril eens op, want het aantal valongelukken moet omlaag. Kijk voor alles over veiligheid in de bouw op debouwmaakthetveilig.nl.